Oké, dit wordt dus een hele leuke video. Hoi allemaal en leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Jessie en jullie kennen misschien ook wel de co-host van Let's Train, mijn beste vriendin Jessie. Ja, wij heten alle twee Jessie, alleen anders geschreven. Jullie weten dat Jessie een hekel heeft aan Yorkshire ponies. Nou, niet per se een hekel, maar ze vindt ze gewoon niet mooi. En dat snap ik, want ze zijn ook heel erg oud en niet zo fantastisch. Nu is er dubbel starcoins en ik heb al ergens misschien een keer laten droppen van ja, ik ga, als het dubbel starcoins is, koop ik 100 starcoins als het dubbel is. En dan koop ik een Yorkshire pony voor Jessie. Want er is, het is wel heel grappig, want ik vind het gewoon heel erg grappig om te doen. Nu koop ik wel starcoins zodat ik het paard kan kopen, want ik ga niet aan haar starcoins zitten, want zo ben ik niet. En ja, dat gaan we dus nu doen, want het is dubbel starcoins. Alleen er is iets nieuws in de... Ik ga het even voor jullie meenemen. Dit is dus helemaal anders. En ik... Volgens mij is dat shop? Hier, shop. Dubbel starcoins. Oké. Okay. Je ziet dus 100 starcoins is 4 euro. Dus op zich. Ik kan er ook 2 kopen. Maar in ieder geval, we gaan dus deze verder halen. Want de Yorkshire pony kost 200 starcoins. Dus die gaan we even halen. Zonder dat jullie mijn bankgegevens zien. Oké, we zijn ingelogd. We staan hier. Oh ja, Jess was gisteren haar paard aan het trainen. Oké, dus als het goed is. Als ik nu op betalen klik. Dan krijgen wij, als het goed is, 200 starcoins erbij. Verander dat cijfertje naar een 5. Ja, je hebt nieuwe starcoins ontvangen. Hahaha. Oké, okay, want ik ga dus vanmiddag naar Jessie toe en dan kunnen we live haar reactie filmen. Oh, ik zie plantjes. Ik moet natuurlijk wel helpen met het trainen van haar paarden. Dieren ga ik niet doen, want dat gaat ze vandaag nog zelf doen, denk ik. Ik ga niet op een ander paard, want dat valt te veel op. Ik moet eigenlijk weer terug naar daar, want dat, gelukkig is haar homestable hier. Eigenlijk moet ik rijden, maar Yorkshire Shillingen maakt niet uit. Dan verdien je toch zo terug. Dus dan gaan we naar de oude schuur van Marley en kopen wij een Yorkshire pony. Niet de allerlelijkste, want ik weet het al, dan word je echt niet blij met me. Gewoon eentje met een hele leuke kleur, want anders dacht ik van ik koop die bruine met witte manen, weet je wel. Die is ook wel heel grappig, maar echt heel lelijk. Nou, we gaan dus daarheen en we kopen een Yorkshire pony. Ze gaat zo niet blij met mij zijn. Oké. Hier zijn dus de Yorkshire ponies. Ze zijn 200 starcoins. Ik heb ze allemaal 3 keer. En ik vind, dit is wel een van mijn favorieten. Deze sowieso, want dit is het eerste paard dat ik heb gekocht in het spel. Ik denk dat ik deze ga kopen, omdat dit de eerste Yorkshire pony is die ik ooit heb gekocht in 2013. En die heette Mini Beauty. Uiteindelijk ga ik hem dus, ja, ik kan hem ook wel Mini Beauty noemen. Ik denk dat ik hem gewoon echt wel Mini Beauty noem. Want dan hebben we een soort van matchende paard. En het is dan niet een Mini Horse. Ik weet hoe erg ze het afschuwt dat ik al mijn paarden Mini Horse noem. Het is een Maddie. Koop een paard. Ja. Naar de stal. En dan ga ik dus naar de stal. En dan ga ik dat paard verstoppen in de weide. Hé, de zon komt door. Hallo zon. Wat mooi! Oké, ik ben nu een soort engel geworden. Want ik heb een Yorkshire pony gekocht. Zonder dat ik er eigen starcoins heb gekocht. Dus het universum zegt hier dat ik goed bezig ben. Oké, we hebben het even normaal gezet. Want ik hoef niet per se helemaal wit te zijn. Kijk, want nu staat die Yorkshire pony hier. En dit zijn al haar trainpaarden. Dus deze Yorkshire pony ga ik verstoppen tussen deze paarden. Dan zie je hem dus niet zo snel. Maar hij is er wel. Voor het geval dat zij straks online komt. En dat ik dan de verrassing al heb verpest voordat ik überhaupt bij haar ben. Dat wil ik niet. Ik wil de reactie echt weten. Want daar ga ik dus straks naartoe. Over 2 uur ga ik daarheen. En we parkeren het paardje even hier. Want dit is waar ze ongeveer uitlochten. Dus dan valt het niet op dat wij hier zijn.
Oké, dus hier loggen wij uit en wij gaan naar Jessie toe. Ik neem de camera mee en ik ben heel erg benieuwd wat zij hiervan gaat vinden. Maar hey, de starcoins zijn nog intact. Want zo'n verschrikkelijke vriendin ben ik dan ook weer niet. Dus ik heb zelf betaald voor mijn paard op dit account. You better be happy, Jess. Want ik heb iets heel leuks gedaan. Hoe sta je dan precies op dezelfde plek als waar ik gisteren stond? Nee, ik wil dit niet. Wil je kijken? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Nee, ik wil dit niet. Wat heb je gedaan, meid? Moet ik... Wat heb je gedaan? Wacht, ik ga dit. Het is je eerste eigen Jorvik pony! Ik haat Jorvik ponies. Ik heb er zo'n hekel aan. Het is Mini Beauty, mijn allereerste Jorvik pony uit 2013. We gaan niet verkopen. Ik vind hem 200 hele mooie Jorvik shilling. Nee! Je gaat hem houden en ik ga hem voor je level 15 trainen. Dat is hierbij beloofd. Oh nee. Dit vind ik wel heftig. Kijk het verschil ook gewoon. Maar ik dacht, ik koop niet de allerlelijkste Jorvik pony. Want dan gaat hij meteen weg. Oh ja, en ik heb de code ingevuld die nieuw was. Oh. Wow. Dus die kan je boze paarden blij mee voeren. Fijn hè? Ja. Ga ik huilen in een hoekje. Oké, doei. Oh, Jessie is aan het verhuizen van kamer. Dus die heeft haar bed op de grond. Ik ga lekker op haar account even missies doen. Wat is die mooi. Doei. Huh? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Jij wou dat ik een paard homeless noem, toch? Ja. Alsjeblieft. Heb je nou volledig een Jorvik pony uit jezelf gekocht? Puur om hem homeless te noemen. Dat is één paard wat die nou verdient. Dus ik heb weer een trainpaard, want die andere is al level 10. 9. 9, nou afgerond 10. Ook gewoon afgerond is 10. Precies. Hier, alsjeblieft, even naast elkaar voor je. Ha! What the fuck? Ha! Mijn baby's! Mijn baby's! Ja, oh, kijk nou hoe lief die is! Daar zijn de meningen over verdeeld. Hij is zo cute! Ik heb het meer collecties en de valspaarden. Oh my god. Dat was al de video voor deze keer. Ik vond het heel bijzonder hoe deze video afliep. Ik heb ondertussen de pony al op Jess haar account level 10 getraind. En nu heb ik dus een tweede pony om te gaan trainen op haar account. Ik ben benieuwd hoe lang dat duurt. Maar op zich, het gaat dus wel rap. Vond je het video leuk, vergeet niet te liken, te abonneren als je het niet hebt gedaan. En wie weet kopen we nog meer, maar niet zeggen. Take care en houdoe!